Ik heb wel eens een lezing gegeven en verteld dat alle energie op aarde uit licht komt. En licht geeft ons ook energie, licht geeft ons ons leven. En om die reden ben ik denk ik lichtontwerper geworden al. Nou, ik heb de afgelopen 2 jaar dus gewerkt aan omgevingen, in de stedenbouw, in musea. Het afgelopen half jaar misschien vooral de kostuums, de kleding van Black Eyed Peas. Waarin ik probeer mode en technologie en vormgeving samen te laten komen tot iets wat echt de beleving verrijkt. En tot een hele spannende ervaring maakt, zowel voor het publiek als ook voor de artiest. Het mooie aan licht is dat het iets heel wetenschappelijks technisch heeft. Het is natuurkunde, het is een soort oerkracht, maar het is ook iets artistieks en kunstzinnigs. Het is ook iets verhalends en het heeft ook iets esthetisch. Dus als je als lichtontwerper een idee hebt, dan kom je er eigenlijk heel snel achter dat je samen met anderen dat idee beter kunt verwezenlijken. En daarvoor moet je denk ik goed samenwerken. Ruim een jaar geleden heb ik een opdracht gedaan om een kunstwerk te maken in Milaan. Dat heb ik Dream Cloud genoemd. Die wolk bestaat uit allemaal kristallen, ongeveer zo groot, die gecoat zijn in verschillende kleuren. En als ik nou die wolk belicht met magenta licht, dan zie je alleen de magenta kristallen. En als ik het belicht met cyaan licht, zie je alleen de cyaan kristallen. En door dat nu te animeren en te moduleren, kan ik die wolk doen bewegen. En daarmee wordt hij eigenlijk immaterieel. Want hij bestaat uit zijn beeld wat ik oproep met de kleur. En hij bestaat dan eigenlijk niet meer uit het kristal. De integratie van de lichtapparatuur in het object is voor mij een van de belangrijkste dingen. Dat je eigenlijk, als het straks af is, het lichteffect beleeft en ziet, maar niet meer de apparatuur.